Op zondag 18 juli wordt de Ronde van Frankrijk naar jaarlijkse traditie feestelijk afgesloten in Parijs. Nog 87 van de 128 renners komen aan de start van het slotcriterium op de Champs-Élysées. Sinds vorig jaar het magische decor voor de Tour-apotheose. Voor Lucien van Impen en Freddy Maartens wordt het een ware triomftocht. Van Impen heeft eindelijk zijn plaats ingenomen in de galerij van de Tourvedetten een paar maanden voor zijn 30ste verjaardag. Na Eddy Merckx is hij de eerste Belgische Tourwinnaar van de naoorlogse periode. Van Impen heeft onder een verschroeiende zon zijn krachten optimaal gedoseerd en op het ideale moment zijn concurrenten in de vernieling gereden. Dit was zijn Ronde van Frankrijk. Ook debutant Freddy Maartens heeft de harten van de Belgische wielerliefhebbers definitief veroverd. 10 dagen geel, groen van start tot finish en dankzij 4 spurtoverwinningen in de slotdagen goed voor in totaal 8 ritzegens. Als hij er nog in slaagt het slotcriterium op zijn naam te schrijven, wordt hij de absolute recordhouder. Maar dan komt de Nederlandse veteraan Gerben Karstens naar voren. Hij snelt in de laatste bocht voorbij de Italiaan Fausto Bertolio, die na een tegenvallende tour uit is op een felbegeerde zege in de slotrit. Maartens gaat als een sneltrein in de tegenaanval, maar het gat is al te groot. Hij geraakt niet meer tot in het spoor van Karstens. De Nederlander snoept Maartens de rit en het record af. Even later rijdt een zielsgelukkige Van Impen over de streep. Het is hem eindelijk gelukt. Hij heeft de Tour gewonnen. Vorig jaar, toen Thévenet won, kreeg die zijn gele trui uit de handen van de Franse president Giscard d'Estaing. Die laat de eer nu aan Alain Poher, de voorzitter van de Assemblée. De Belgische regering wordt vertegenwoordigd door minister van Verkeer Chabert. Ook moeder Van Impen mag meedelen in de feestvreugde. En vrouw Rita heeft het moeilijk om haar tranen te bedwingen. Heel Vlaanderen kijkt vertederd naar deze beelden. Lucien Van Impen, die altijd al in de volksgunst heeft gestaan, wordt hier op de handen gedragen. Iedereen gunt hem dit succes van harte.